Het bestuur van de Surinaamse Politiebond heeft gisteren haar leden verboden op te treden bij de overtreding van de wet rij- en voertuigenbelasting. Dit verbod geldt totdat er instructies vanuit het Openbaar Ministerie zijn ontvangen. Volgens het bestuur is de heffing van de rij- en voertuigenbelasting in zijn geheel onoverzichtelijk en onduidelijk. De uitvoering hiervan zal dan ook voor problemen zorgen. Danielle Wilfried, diensthoofd van de ontvanger der invoerrechten en accijnzen, heeft een andere mening. Volgens haar is het de politie die de controle op een wet uitoefent. Jawel, ze moeten. Want volgens de wet gaan zij de controle moeten doen. Maar ik denk dat ze nog niet zo ver zijn om dus daarover een uitspraak te doen. De onderhandelingen zijn nog gaande. Volgens zeggen, ik zal niet zeggen dat het een uitstel is. Men gaat alleen een beetje coulanter mee omgaan bij de controle. En ik denk dat ze na de 15 en na 15 maart er een andere houding zal zijn vanuit de politie. Er is een boete aan verbonden. De hoogte van de boete, dat kan ik u nu nog niet zeggen, want daarover zijn er dus gesprekken gaande. Met name met justitie, ministerie van Justitie. Wilfried waarschuwt de samenleving niet tot het laatste moment te wachten met het betalen van deze rij- en voertuigenbelasting. Ik kan u niet dwingen, gaat u betalen. Ik zeg alleen, maakt u nu gebruik van de kans. We weten niet wat er na 15 maart voor de deur staat. Maar doe nu wat je moet doen en wat je nu kan doen. We hebben nog steeds de ondersteuning van Telesur, SWM, EBS, de verzekeringen Fatum, Self Reliance en Assuria. Naast dus de commissariaten niet te vergeten in de districten en de Belastingdienst. Dus als u alle locaties bij elkaar optelt, denk ik dat ik boven de 30 zit. We gaan ze helpen. We helpen ze zeker. Het risico ligt dan bij hun als ze over de weg gaan met het voertuig waarvoor er geen belasting betaald is. Helpen doen we zeker. Als de boete er is, zal u die zeker ook moeten betalen. Maar we gaan u blijven helpen. Daar zijn we eenmaal voor. Een kans hebben ze zeker, maar zij moeten de kans aangrijpen. Ze hebben nu de ruimte. Ik zou zeggen benut het. Tot zover Danielle Wilfried, diensthoofd van de ontvanger der invoerrechten en accijnzen. Onze nieuwsdienst sprak haar naar aanleiding van het perscommuniqué van het bestuur van de Surinaamse Politiebond in zaken de controle en handhaving van de wet rij- en voertuigenbelasting.